Ja, Patrick, ik zie dat jij je kaart ook al hebt. Ja. Jij wilde hier heel graag bij zijn, hè? Ja, ik wil altijd bij een wedstrijd van Feyenoord zijn. Nou kan het niet elke week, maar nu kwam het wel goed uit eigenlijk. En het is fantastisch weer en een mooie gelegenheid. En lekker met die oude op stap. Ja, en een geweldig affiche, AZ tegen Feyenoord. Ja. Wat verwacht jij daarvan? Ja, ik ben benieuwd. Ik hoop niet dat de hitte te veel mee gaat spelen. Want dan krijg je wat gezapen tijdje. Maar het blijft natuurlijk een finale die gewonnen moet worden. Dus het is gelukkig gaat het over één wedstrijd. En ik verwacht gewoon twee ploegen die in ieder geval aan elkaar gewaagd zijn. Ja, en ook gewoon bij twee teams die allebei de goede vorm te pakken hebben de laatste weken. Als je ook naar Feyenoord kijkt, 6 competitiezegers op rij. Ja, dus alles aan gelegen om een mooie finale te worden. En het zal geen open huis worden, het zal geen 4-5-4 worden of zo. Maar de voorspellingen zijn goed, dus ik ben benieuwd. Verwacht je dan ook een soort van spektakel omdat beide teams zo goed in vorm zijn? Nee, ik hoop het. Maar het is altijd zo, koffiedik kijken, zulke dingen. Maar ze spelen allebei op zich wel attractief voetbal. Dus wat dat betreft zou je er wel iets van mogen verwachten, ja. Nou zitten we zo'n 2 uur voor de wedstrijd. Jij hebt dit soort duels vaker meegemaakt, dat weet je als geen ander. Hoe zitten die gasten erbij nu, denk je? Ja, zich helemaal lekker voorbereidend. Muziek op de kop, een beetje behandelen. Een beetje nog strategie doornemen misschien. Ja, dat soort zaken. En een goede vibe, moed krijgen om helemaal fit aan die start te verschijnen. En 2 jaar geleden speelde Feyenoord ook de bekerfinale. Toen kenden ze minder seizoen de competitie. Maar op het laatst kwamen ze in de goede vorm. En dan, toen kwam die bekerfinale aan. Dat zie je nu een beetje hetzelfde. Wat is er in die club geslopen, denk jij? Dat er weer een goede vorm is gekomen, bedoel je? Ja. Op een gegeven moment is er weer, zover zijn er natuurlijk weer blessures teruggekomen. Dat speelt altijd mee. En is natuurlijk ook Van Persie erbij gekomen. Wat meer vastigheid dus. En als je dan wat minder wedstrijd ook gaat verliezen. Ja, dan betekent dat je dus een serie neerzet van wedstrijden die je wint of gelijk speelt. En het is zelfs allemaal gewonnen geworden volgens mij. Ja, dan krijg je weer dat gevoel. En dan krijg je een tegenstander weer meestal het gevoel van overspelen tegen Feyenoord. Daarvoor was dat gewoon minder en dat komt omdat er dan af en toe een steekje lieten vallen. Hoe gedraag jij je als supporter in een stadion bij Feyenoord? Nou, ik ben nooit zo heel spontaan moet ik toegeven, maar echt waar, als ze juichen, of als we moeten juichen, sta ik natuurlijk op de bank. Ja. Wens je heel plezier. Dankjewel, jullie ook. Hè?